Hallo, deze video gaat over natuurkunde en meldt het onderwerp arbeid en energie voor VWO bovenbouw. De eerste paragraaf gaat over arbeid. En de vraag is, ga na of in de onderstaande gevallen door één of meerdere krachten arbeid wordt verricht. Noem de krachten die werkzaam zijn of is. En geef aan of de arbeid positief, negatief of nul is. Je mag geen formule gebruiken. Nou, eerst misschien even kijken, wanneer is arbeid positief als de kracht en de verplaatsing in dezelfde richting zijn. En de arbeid is negatief als de kracht en de verplaatsing in tegenstelde richting zijn. Nou, dan kijk je naar bijvoorbeeld A, een tas met boodschap. Nou, er zijn drie krachten werkzaam. De spierkracht, die wil de tas omhoog laten bewegen en die kracht die werkt toch omhoog, dus die arbeid is positief. De zwaartekracht, die werkt naar beneden, die wil dus de beweging van de tas omhoog tegenwerken, die is negatief. En hetzelfde geldt voor de luchtweerstand. Die werkt de beweging ook tegen. Die is ook naar beneden gericht in dit geval, omdat de beweging omhoog is. B dan, je tas met boodschappen staat op tafel. Nou, er is eigenlijk dus geen beweging. Dus is er ook geen arbeid. Dus dat is eenvoudig. Een kastanje valt uit een boom. Nou, dan heb je de zwaartekracht die er werkt. En die werkt naar beneden. De beweging van de kastanje is ook naar beneden. Dus de waterkracht heeft positief arbeid. De luchtweerstand die werkt de beweging tegen en is dus negatief. De luchtweerstand werkt omhoog als de kastanje omlaag valt. Dan D, je fiets met een constante snelheid. Nou, de zwaartekracht werkt naar beneden, maar je gaat niet naar beneden, nog omhoog. Dus de zwaartekracht levert geen arbeid. De luchtweerstand die werkt negatief, die werkt tegen de beweging richting in. Hè. Als je naar voren gaat, dan werkt de luchtweerstand de andere kant op. En hetzelfde geldt voor de rolweerstand natuurlijk. Waardig genoeg staat de spierkracht hier niet in, dat zou je wel verwachten. De spierkracht levert natuurlijk positieve arbeid. Als je naar voren wil, dan zou je ook een volwassen kracht moeten uitoefenen. Dus die spierkracht hier levert positieve arbeid. E. Een auto verstelt van 70 naar 90 km per uur. Dat zijn eigenlijk weer dezelfde als net, alleen nu met dan... Zwaartekracht die levert weer geen arbeid, want de auto beweegt niet van laag of omhoog. Dus zwaartekracht levert een kracht van 0. Is trouwens ook een normaal kracht omhoog van het wegdek. Dat geldt trouwens ook voor de fietser. Die levert ook een 0 arbeid. De motorkracht die staat er niet bij, zou je wel verwachten. Maar die levert natuurlijk een positieve arbeid, want die zorgt ervoor dat de auto naar voren gaat door een kracht naar voren te leveren. En de weerstandkrachten die werken de beweging weer tegen, dus die zijn negatief. Zowel de luchtweerstand als de rolweerstand. Dan, je trapt een bal omhoog. Kijk alleen naar de krachten tijdens de trap. Nou oké, er is natuurlijk een spierkracht die de bal omhoog laat gaan. Die kracht is ook omhoog gericht, dus de arbeid is positief. De bal beweegt op dat moment nog niet. Dus de luchtweerstand speelt geen rol, dus die arbeid is nul. De zwaartekracht bestaat natuurlijk ook nog wel, maar op het moment dat de trap plaatsvindt, beweegt de bal nog niet. Dus is de arbeid van de zwaartekracht ook nul. Ja, er is dus alleen maar arbeid als je zowel een kracht hebt als een verplaatsing. Nou, dat is bij je laatste dus niet het geval en bij je het ook niet het geval. Hè. Er is geen beweging, dus ook geen arbeid. Twee dan. In een achtbaan wordt een kar met 8 inzittenden met een constante snelheid naar boven getrokken met behulp van een elektromotor. De massa van de kar is 250 kg en de massa van de inzittenden is gemiddeld 70 kg. Er zitten er 8 in, dus dat is 8 keer 70 kg dan oké. De kar wordt over een afstand van 84 meter met een constante snelheid naar boven getrokken. De hoek met de horizontaal is gelijk aan 60 graden. De rolweerstand is gelijk aan 0,4 want 10 tot de 2 newton. Berekenen de arbeid die de rolweerstand op de kracht op de kar heeft uitgeoefend. Nou, de arbeid die de rolweerstand verricht, bereken je met de grootte en de rolweerstand en de verplaatsing. Nou, de kracht die is bekend, die is 0,4 want 10 tot de 2 newton. Dat staat gewoon gegeven. Dat staat hier. En dat is over een afstand van 84 meter. Dat staat hier. Dus arbeid is gewoon product van die twee.
En het is een negatieve arbeid, want de kracht die werkt tegen de bewegingsrichting in. Zodat dus het min 3,4 met 10 tot de 4 joule is. Dan B, bereken de arbeid die de zwaartekracht kan met heeft gericht. Nou oké, okay, de arbeid die de zwaartekracht heeft gericht, bereken met de zwaartekracht en met het hoogteverschil tussen het begin en het einde van de beweging. De zwaartekracht is makkelijk te berekenen, dan bereken je met de formule voor de zwaartekracht. Fz is helemaal G. En het hoogteverschil bereken je met de lengte van de helling en de hellingshoek. Dus dat wordt sinus, cosinus en tangens ongetwijfeld, misschien Pythagoras. Nou, eens even kijken wat er hier gebeurt. Hier gaan we eens even kijken. Hier heb je, gaan we eerst maar eens even kijken. Oké, de sinus van deze hoek hier is. Ja, dit is de helling. Die is het hoogteverschil gedeeld door de lengte van de baan. Hè, de overstaande gedeeld door de schuine of door de lange solcaltoe. Dus dat is inderdaad sinus. Oké, deze helling is 84 meter. Die hoek die was gegeven, die is 60 graden. Oké, dus neem je de sinus van 60 graden, is het hoogteverschil gedeeld door 84 meter, dat staat hier ook. Dan is het hoogteverschil 84 maal de sinus van 60 is 72,7 meter. Ik neem aan 73 als het netjes significant is, maar het is geen eindantwoord, dus je mag het zo laten staan. Oké, dan gaan we dus verder met het berekenen van de zwaartekracht. Die is massa maal g. 250 kilogram is de massa van de kar plus 8 maal 70 kilogram van de inzittende. Is 810 kilogram. Hier staat het, hè? De kar is 70 kilogram. Sorry, 250 kilogram. 70 kilogram gemiddeld voor de inzittende. En er zijn er 8. Ja, daar staat het. Ja, dus vandaar dat komt die 810 kilogram vandaan. G is natuurlijk 9,81. Dus die zwaartekracht die is 810 maal die 9,81. 79,146,1 newton. Nou, dan zijn we er bijna. We weten dus nu de kracht. Die is hier uitgerekend. We weten de afstand waarover dat die werkt. Die is hier uitgerekend. Dat is deze. En die moet je dan nog even met elkaar vermenigvuldigen. Dus de arbeid is dan de zwaartekracht die naar beneden gericht is. Maal de hoogteverschil. En dat is omhoog gericht. Dus die zijn tegengesteld. Dus het zal een negatief getal worden. Want ze werken tegen elkaar in. Hè. De zwaartekracht werkt in tegen de bewegingsrichting. Dus 79,46,1 newton. Maal 72,7 meter. Is min 5,8 tot de vierde joule. Dat is dus de arbeid die hier bericht is. Goed, gaan we naar C. Toon aan dat de kracht die de kabel tijdens het omhoog trekken op de kar met de inzittende uitoefent gelijk is aan 7,3 maal 10 tot de derde newton. Nou, daar gaan we. De kracht die de kabel doet, is gelijk aan de som van de rolweerstandskracht en de component van de zwaartekracht langs de helling. En de component langs de helling breek je met de zwaartekracht en de hellingshoek. Dus de zwaartekracht die hadden we al, dat is die 79,46,1 newton. Deze hoek die is ook weer 60 graden. Dat is dezelfde hoek, dus dan kun je deze uitrekenen en dat doe je met de sinus. Dus de sinus van 60 graden is de component gedeeld door deze, 79,46,1. Nou, de component langs de helling is dan niet met elkaar vermenigvuldigd. Dat gebeurt hier, 87,81,2 newton. Zo, dat is hem dan. Oké. Berekenen de arbeid die deze kracht heeft verricht. Nou, de arbeid die die kracht heeft verricht, bereken je met de trekkracht, dus die hadden we net bepaald, en de verplaatsing. Nou, die kracht die werkt langs deze helling, en die helling die is 84 meter lang, en die kracht hebben we net uitgerekend bij C, dus die moet je dan met elkaar vermenigvuldigen. Hier gebeurt dat dan 7,3 van 10 tot de 4 newton, dat is deze. Net berekend, maal die 84 meter, maal de cosinus van 0. Nou, dat hoeft niet, want eigenlijk, want ze zijn in elkaars verlengde, dus de hoek tussen die twee is eigenlijk is 0. Komt dan naar 6,1 maal 10 tot de vierde joule. Goed, gaan we naar 3. Een fietser rijdt een helling af zonder te trappen. De massa van de fiets en de fietser samen is 80 kilogram. De lengte van de helling is 60 meter en deze hoek is 15 graden, oké. Okay. Toon aan dat de component van de zwaartekracht in de richting van de beweging gelijk is aan de zwaartekracht maal de sinus van alfa.
Want bent hij door de getekende zwaartekracht als de rode pijl en een component in de bewegingsrichting en een component loodrecht op de bewegingsrichting. Nou, hier wordt dat gedaan. Hoofdstuk 3 is dat geloof ik, hè? Krachten. Hier de kracht zelf. Dan deze is loodrecht erop. Deze is parallel aan de helling. Nou, eens even kijken. Deze hoek is 15 graden. Dan is deze hoek ook 15 graden. Dan is dit de aanliggende, sorry, dit is de lange zijde. Is dat de overstaande rechthoekzijde? Dit is de lange zijde of de schuinzijde. En dit is de overstaande rechthoekzijde. Dat is de sol, oftewel sos, oftewel sinus. Sol katoa, sos katoa. Dus de sinus van die component hier langs, gedeeld door de zwaartekracht zelf. Nou, als je dat dan omschrijft, dan is deze dus gelijk aan het product van die twee. En dat is wat er gevraagd werd. Dan gaan we naar B. Toon aan dat de arbeid die verricht is door de zwaartekracht langs de helling gelijk is aan 1,2 × 10 tot de 4 newton. Nou, de arbeid die is natuurlijk gelijk aan de kracht maal de verplaatsing. Dus wat moeten we doen? Dan moeten we eerst deze grootte van deze kracht uitrekenen. Die is naar langs de helling. En we weten dat de afstand langs de helling 60 meter is. Want dat stond gegeven. Lengte van de helling is 60 meter. Zie je wel? Goed, gaan we eerst de rode zwaartekracht uitrekenen. Dat is massa maal g. Massa is 80 kilogram, g is 9,81. Die vul je met elkaar, 784,3 newton. Prima, dat is deze dus. Nou, we hadden al bepaald dat de sinus van deze hoek 15 graden gelijk is aan de component langs de helling gedeeld door de zwaartekracht die we net hebben uitgerekend. Dus we weten de sinus van 15 graden hier dus. Dit is de zwaartekrachtcomponent langs de helling gedeeld door de zwaartekracht die we net hebben uitgerekend. 784,8 newton deel. Hier gebeurt dat bij A. Dat hebben we net gedaan. Oké, dus de zwaartekracht langs de helling is dan het product van die twee. 784,8 maal de sinus van 15 graden is 203,1 newton. Oké, en die werkt dus. Deze is 203,1 newton. En die werkt dus over die 60 meter van die helling hier. Dus dan zie je dat. 2,3 maal 1 maal 60 newton. Is 1,218 maal 10 tot de 4 joule. En ze werken in dezelfde richting, want de kracht is driekant op en de beweging is ook driekant op. Dus vandaar dat er geen min voor staat. Ook goed, gaan we naar C. Leg uit waarom dat de arbeid die door de zwaartekracht is gelijk is aan de arbeid die de zwaartekracht zelf heeft gericht. Nou, die staat uitgelegd. De arbeid die de zwaartekracht heeft gericht is gelijk aan de arbeid die de componenten van de zwaartekracht gelijk aan, evenwijdig aan helling en loodrecht aan de helling samen hebben verricht. Maar de arbeid die deze heeft verricht, hè, dus de component loodrecht op, die is nul. Want hij zakt niet door de helling heen of hij stijgt niet op. Dus deze arbeid is nul. Nou, dan moet de arbeid van deze wel gelijk zijn aan de arbeid van die. Want deze levert geen arbeid. Ja, dus vandaar dan. Oké, gaan we naar 4, tenminste. Gaan we naar opgave 4. Een bal wordt achtervolgens in 4 richtingen weggegooid. Even kijken, hier gaat hij omhoog en die valt terug. Oké, hier wordt hij in een soort van kolfbaan gegooid. Hier gewoon ook recht omhoog en weer terugvallen, maar niet helemaal tot de grond. En hier wordt hij ook horizontaal weggegooid. Ook in een soort van kolfbaan. Oké. De baan doorloopt, de baan die de baan doorloopt is weergegeven in de figuur 8, 9, A tot en met T. Neem aan dat de luchtweerstand in elke situatie even groot is. Oké. Leg uit in welke situatie de zwaartekracht de minste arbeid heeft gericht. Nou, de zwaartekracht die werkt altijd naar beneden. En dat is dus in alle gevallen is die zwaartekracht even groot. Dus het gaat erom wanneer de minste afstand is afgelegd, zeg maar ten opzichte van de beginsituatie aan het eind. Hier is het hoogteverschil uiteindelijk 2 meter. Hier is het hoogteverschil uiteindelijk ook 2 meter ten opzichte van het begin aan het eind. Hier is het hoogteverschil maar een halve meter. En hier is het hoogteverschil ook 2 meter tussen begin en het eind. Dus hier is het hoogteverschil maar een halve meter. In andere gevallen is het allemaal 2 meter. Dus de zwaartekracht is overal hetzelfde. Het hoogteverschil is hier bij C kleiner dan bij de andere 3 gevallen, dus bij C is de arbeid het kleinst van de zwaartekracht. Oké, leg uit in welke situatie de luchtweerstand de minste arbeid heeft gericht. De luchtweerstand die werkt in alle richtingen, zoals een hoog en laag, en die wordt gezegd dat die constant is. Dus de luchtweerstand is het kleinst als de minste afstand in totaal wordt afgelegd.
Nou, eens even kijken. Hier wordt flink wat afgelegd. Hier wordt ook flink wat afgelegd. Hier wordt ook flink wat afgelegd. Het lijkt mij dat hier de minste afstand wordt afgelegd bij D. Dus dan zou daar de minste luchtweerstand zijn. De minste arbeid van de luchtweerstand zijn. Nou, dat is ook wat ze hier geven als antwoord. Denk ik, als je dit gaat opmeten, dan denk ik dat C net iets langer is dan D. Oké, vijf dan. Jeroen zit op een slee die wordt getrokken door zijn vader Johan. De massa van Jeroen is 39 kilogram en de massa van de slee is 5 kilogram. Over een lengte van 5 meter ligt zand op het ijs. Johan trekt de slee met een constante snelheid over deze zandplek. Het touw maakt een hoek van 35 graden. Oké, is het touwhoek. Met de ijsvlakte. De schuifweerstandskracht is 80 newton. Dat is deze. 1:48 is de slee met Jeroen als een dikke stip getekend. Dat is die. De richting van de trekkracht is langs de gestippelde lijn. Dus de trekkracht is die kant op. Verder zijn de zwaartekracht en de wrijvingskracht getekend. Is de zwaartekracht. En is de rijdingskracht. Op het Jeroen werken ook de trekkracht van zijn vader en de normaalkracht. De tekst is die en de normaalkracht zal die kant op zijn. Nou, is het zo dat de snelheid horizontaal is constant. Dat betekent dus dat deze wrijvingskracht die moet worden gecompenseerd door de trekkracht, maar door de horizontale component ervan. En deze horizontale component zal even groot zijn als die, dus die moet ook 80 newton zijn. Dat kan niet anders. Nou, eens even kijken wat u gevraagd wordt. Brekende arbeid van de schuifweerstand heeft gericht op de slee. Nou, de arbeid is de kracht maal de afstand. De kracht van de wrijvingskracht is 80 newton. En dat gebeurt over een afstand van 5 meter. Hier staat het. Dus de wrijvingarbeid is dan het product van die twee. 80 maal 5 is 400 joule. Maar even kijken, de wrijving werkt altijd tegen de bewegingsrichting in. Dus het is min 400 joule. 4×10^2. Toon aan dat de grootte van de wrijvingskracht, sorry, van de trekker gelijk is aan 80 newton. Nou ja, dat zei ik net. Als deze dus 80 newton is, de wrijvingskracht en de centrum van de snee is constant, dan is de horizontale component dus ook 80 newton. Hè, is de wet van newton. Resultante kracht horizontaal is dan 0, dus de snelheid is dan constant. Dus als deze 80 newton is en die hoek is 35 graden, dan kun je de lengte van deze uitrekenen. Dat is de lange of de schuine en je weet de aanliggende, dus dat is met de cosinus, cas of cal, hè, sol castoa, sos castoa. Nou, hier staat het ook. De cosinus van 35 graden is de horizontale component, die is 80 newton, gedeeld door de trekkracht die je wil uitrekenen. Hier staat dat netjes ingevuld. Cosinus 35 graden is de trekkracht gedeeld door de horizontale component. Hier staat het ingevuld. Hè? Cosinus 35, 80. En hier is die trekkracht die je moet uitrekenen. Die trekkracht is dan 80 gedeeld door de cosinus van 35 graden. En dan komt 98 newton uit. Nou, dan kun je ook wel zien als deze 80 is. Dan wil ik best wel geloven dat deze 98 newton is. Die is natuurlijk groter. Berekende trekkracht. Die hebben we dus. Trekkracht. Berekende arbeid die de trekkracht heeft gedaan op de slee. De arbeid die de trekkracht heeft gedaan is gelijk aan zijn aan de kracht maal de arbeid. Maar de afstand. De afstand is horizontaal, die is 5 meter. Maar de kracht is 98 newton, maar die werkt niet, dus niet horizontaal. Dus je moet de horizontale component hebben. Dus de horizontale component maal de horizontale verplaatsing. En die is dus 80 newton maal die 5 meter is dus 4,04^2 joule. En dat is precies dezelfde waarde als de wrijvingskracht. En dat klopt natuurlijk. Hè? De arbeid van de wrijvingskracht is even groot als de arbeid van de horizontale trekkracht. Als de snelheid constant is. Eerste wet van Newton, niet vergeten. D. Bepaalde arbeid die de zwaartekracht en de normaalkracht heeft verricht. Geef een toelichting op je antwoord. Nou, dat is makkelijk. De zwaartekracht die werkt naar beneden. De beweging van de slee is niet naar beneden, nog omhoog. Dus de afgelegde afstand in de verticale richting is 0. Dus de arbeid is ook 0. En hetzelfde geldt ook voor de normaalkracht. De normaalkracht werkt omhoog. Ik weet niet hoe groot dat die is.
Maar dat maakt niet uit. De verplaatsing in de verticale richting is ook nul. Die sleep blijft gewoon op het horizontale vlak zitten. Dus kracht maal arbeid is sowieso nul. Dus de arbeid van de normaalkracht zal ook nul zijn. Goed, dat was paragraaf 1 van hoofdstuk 8. Volgende filmpje gaan we verder met paragraaf.